Praten welkom. Een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast. En dat is Niels van Andel. Hij is namens de VVD raadslid in de gemeente Neder-Betuwe. Niels, van harte welkom. Dankjewel. Raadslid in Neder-Betuwe, hoe is dat? Ja, leuk. Ik ben nu iets minder dan een jaar bezig. Een paar jaar daarvoor burgerraadslid geweest. Wat is dat, burgerraadslid? Nou, een burgerraadslid is eigenlijk, hier in Tiel heet het commissielid geloof ik. En dan ondersteun je een raadsfractie. Dus je hebt geen stemrecht? Nee, ik heb geen stemrecht. Mag wel meepraten. Maar je mag uiteindelijk niet stemmen. Dus, wat is jouw, laten we zeggen, portefeuille waar je mee bezighoudt? Is dat alles? Want jullie zijn met twee zetels in de raad. Ja. Ja, ik doe eigenlijk meestal het gedeelte met het sociale beleid en domein. Dat zit echt binnen mijn portefeuille. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk van alles weten. Want mocht Peter iets hebben. Dat is de fractievoorzitter? De fractievoorzitter inderdaad, mocht Peter van Essen iets hebben. Dan moet ik natuurlijk zijn portefeuilles kunnen overnemen. Mm-hmm. Of mocht er een reden zijn, dan moet iemand altijd van alles afweten. Dus je moet wel alles lezen en zo. Maar het sociale domein zit echt wel waar mijn hart zit. Dus daar lees ik ook het meest en daar weet ik ook het meeste vanaf. Je bent relatief jong. Ja. Van waar die politieke belangstelling? Ja, op de basisschool had ik altijd zoiets van als het lokaal vries was van dan kan ik dat mededelen of ik doe er zelf iets aan. Dan ging ik er iets aan doen. Dan ging ik in mijn speelkwartier het lokaal poetsen. Om het maar even toen zo al? Te zeggen. Ja, toen al. En toen ik ouder werd, toen dacht ik van ik ben met bepaalde dingen niet eens. Dat kan gaan over het landsbestuur, maar dat ging toen dan vooral natuurlijk over wat er op school gebeurde. Daar was je het dan niet mee eens. Nou, dan ging ik meedoen aan de leerlingenraad, want je kunt wel iets vinden en iets roepen aan de zijlijn. Je kunt ook proberen onderdeel te worden van de oplossing. En zo zit ik ook in elkaar. Ik probeer er altijd onderdeel van uit te maken. En zo ben ik uiteindelijk de politiek ingerold. Ja, en van waar dan de keuze voor de VVD? Is dat daar echt het verhaal van aanpakken en doen? Nou, aanpakken en doen. Toen was het natuurlijk nog het verhaal van niet doorschuiven. Maar aanpakken. Hè. In het hoogtepunt van de financiële crisis toen begon mijn politieke interesse. En ik vond altijd inderdaad van je kunt niet te veel geld uitgeven. Je moet met elkaar goed kijken. Ja, je zegt zelf al van het sociale domein, dus een sociale kerel, PvdA. Ja, dat heb ik me nooit thuis gevoeld. Het was in het begin echt een gevoelskwestie. Als je 12 bent, dan ben je niet zo heel erg bezig met de wereld. Hè. Ik zag wel die partijen en zo op toevallig verkiezingen. En toen dacht ik, die VVD heeft een verhaal, daar voel ik me op de een of andere manier toe aangetrokken. Nou, je wordt ouder, je wordt wat wijzer, je verdiept je daarin. En toen dacht ik, de VVD heeft een verhaal van geloof in de kracht van mensen, goed omgaan met het geld. En sociaal, de VVD is best sociaal, alleen dat verhaal hebben ze niet altijd helemaal scherp. Maar het is best een sociale partij, want ook ik vind gewoon als mensen iets niet kunnen, dan help je ze. En je laat ze niet vallen en in de goot gooien. Dat zijn mooie woorden, maar waar blijkt dat dan uit als het gaat om Neder-Betuwe? Nou, in Neder-Betuwe bijvoorbeeld hebben we sinds een jaar of twee, het aantal jaar moet je me even niet op pinnen. Maar sinds een jaar of twee hebben we daar eigen risico. Dan kun je dan vergoed krijgen als minima. Risico op de zorgkosten. Ja, eigen risico op de zorgkosten. Eigen risico is er natuurlijk om te voorkomen dat de zorgkosten veel stijgen. Maar als je chronisch ziek bent, dan ben je gewoon altijd de sjaak. Je kunt daar niks aan doen. Hè? Je hebt niet gevraagd om chronisch ziek te worden. Nee. Je vraagt überhaupt nooit om ziek te worden. Maar chronisch ziek, dat is helemaal vervelend. Want je weet elk jaar dat je die €400 kwijt bent. Nou, ben je dan ook nog minima, dan is dat gewoon €40 per maand even afgerond. Hè? Dat is gewoon, dat is voor die mensen best veel geld. Dat kan ik me goed voorstellen. Nou, en dan vind ik sociaal beleid dat je dat vergoedt voor die mensen. Zegt van, jullie zijn chronisch ziek, je kunt er uiteindelijk ook weinig aan veranderen. Bij jou gaan we helpen. Dat vind ik nou echt een voorbeeld. Ik denk van, dat vind ik echt, daar word ik warm van om het maar zo te zeggen. Maar dat vind ik echt goed dat we dat doen. Neder-Betuwe staat op zichzelf, maar werkt ook flink samen in deze regio. Je ziet dat met allerlei verbanden steeds vaker gebeurt. Hoe vind je dat? Nou, ik denk heel goed. We zijn een gemeentetje van 24.000 inwoners, sinds kort. Hè? We zijn door die grens heen. Maar je kunt het niet alleen. Je kunt niet zelf een AVRI op gaan zetten, dat allemaal even zelfstandig gaan lopen doen. Je kunt niet alleen. Wat een gedoe trouwens, hè, over die AVRI. De AVRI is inderdaad een behoorlijk gedoe geweest de afgelopen tijd. Dat is heel klungelig. En nog. We kunnen wel zeggen dat er inderdaad nog steeds dingen niet helemaal lekker lopen. Want ze bij de AVRI gewoon verkeerd zijn. Volgens mij gebruik je wel de juiste woorden, alleen in de verkeerde volgorde. Klopt dat? Nou, het loopt niet lekker, waar je zegt. Helemaal niet. Okay. Het invoegen van DIFTA met het varen van de containers. Ja. Ieder kind kon aanzien komen dat dat niet ging lukken. Nee, dat klopt. Dat vond ik zelf ook. Met DIFTA is gewoon compleet verkeerd ook gecommuniceerd. Voorbeeldje. Ze gingen de communicatiemedewerker pas werven nadat DIFTA al bekend was gemaakt aan de inwoners. Ja, dan ben je dan heb je net de verkeerde volgorde gevolgd. Dat moet je gewoon niet doen. Als je nou de vinger op de zere plek wil leggen, wat denk jij nou waar het gezeten heeft? Is het te druk geweest van de politiek? Meneer De Vries heeft dat eigenlijk een beetje aangegeven. Althans, hij heeft zelf gezegd,
De druk kwam in ieder geval niet bij ons vandaan. Nou ja, ik heb er niet bij gezeten dan. Maar ik heb nooit gezegd van u moet in 2019 per se DIFTAR hebben ingevoerd. Als dat een jaartje later was geweest, had ik het persoonlijk misschien beter gevonden. Want dan had je de tijd en de ruimte gehad om dat goed te doen. Ook goed je inwoners mee te nemen. En hoe kijk je naar de vragen die Tiel heeft? Hè? Er zijn andere problemen. Het is toch meer stedelijk gebied dan bijvoorbeeld het platteland. Heeft Tiel een punt? Of moeten ze niet zeuren? Nou, ik vind dat als je samenwerkt met elkaar, dan moet je de lust en de lasten dragen. En de ene samenwerking kan net wat vervelender uitpakken, soms voor Neder-Betuwe, dan voor Tiel en andersom ook. Als je kijkt naar de veiligheidsregel met brandweerzorg, Neder-Betuwe heeft heel veel kleine kernen. Ja, wij hebben veel meer kosten aan die brandweerzorg dan Tiel, die een grote kern heeft, dan een grote, bij wijze van spreken, grote brandweercentrale neerzet en die zijn klaar. Dus wij hebben er ook veel meer kosten aan. En daar hebben wij dan weer een nadeeltje in het samenwerkingsverband. Ja, en zijn nu met de AVRI. En ik snap best de problematiek en de kritiek. Maar je moet ook kijken naar waarom doen we het. We doen het niet alleen om het geld of iets dergelijks. Nee, je doet het ook omdat je een toekomstvisie hebt over een circulaire economie. Grondstoffen worden steeds duurder. Ze worden duurder gewoon überhaupt. Ze worden ook steeds schaarser. Dus je zult iets met dat afval wat wij produceren moeten doen. En je kunt al zoveel. En er komt nog zoveel techniek, hè, wat we nog niet eens kennen. Maar wat we nu al kunnen is enorm. Dus je moet die grondstoffen gewoon gebruiken. Het zou ongelooflijk onhandig zijn om dat niet te doen. Wijze woorden, maar je zegt eigenlijk van ja, zoals het was, zo kan het niet blijven. Nou, zoals het was, nee. Want je ziet dat er in een kliko zit nog steeds meer dan de helft is gewoon wat gescheiden kan worden, wat gebruikt kan worden. De precieze cijfers moeten we niet oppinnen, maar we moeten geloof ik over een aantal jaren op 20 kilo per persoon per jaar zitten. Hè. We zitten nu nog op iets boven de 100, volgend jaar moeten we wel op 60 zitten. Nou, dat is een best. We zitten al laag, hè? Regionaal zitten we erg laag ten opzichte van landelijk. Maar het kan gewoon beter. Waarom zou je niet het maximale doen wat kan? In het kader van duurzaamheid, in het kader van circulaire economie. Goed zorgen voor onze aarde is gewoon ongelooflijk belangrijk. Dat moeten we ook gewoon doen. Nee, de Betuwe is daar al langer mee bezig dan bijvoorbeeld de Raad van Tiel. Uh-huh. Langzaam maar zeker sijpelt dat nu wel door. Hè, dat we met die circulaire economie aan de slag moeten. Ja. Nee, de Betuwe is 2 jaar geleden, meen ik, in Duitsland geweest. In een plaats die al 100% zichzelf voorziet van energie. In ieder geval dat circulaire economie verhaal toepast. Ja. Zijn er voorbeelden van in Nee, de Betuwe? Want ik kan me voorstellen dat daar al op voorgesorteerd wordt. Nou, in Neder-Betuwe zijn we natuurlijk, we zijn een groene gemeente en dat betekent ook dat je groen moet doen. We zijn druk bezig met het vormen van beleid, kijken naar hoe moeten wij zorgen dat onze gemeente in 2050 gewoon energie neutraal is. Duidelijke doelstelling van het Rijk, waar ik volledig achter sta overigens ook. We zijn natuurlijk bezig nu met dat beleid vormen, inwoners meenemen, wat kunnen wij doen, onze eigen klimaatakkoord als het ware maken en hoe gaan we dat doen? Nou ja, kijk, het grote verhaal is natuurlijk de pecunia, oftewel de financiën. Ja, het geld. Als je kijkt naar Dijkhoff, je riep onlangs ook van ja, hartstikke leuk dat klimaatakkoord, maar we gaan dat niet zomaar doen. Want wie gaat het betalen? Ja, nou, meneer Dijkhoff heeft natuurlijk een punt. Meneer Dijkhoff, ik ben het best eens met Klaas Dijkhoff over het feit van we moeten wel goed blijven kijken, maar we moeten ook wel die doelstelling aan. Dat zegt hij ook steeds. Hè? We moeten die doelstelling aan, maar de manier waarop, dan moeten we niet de menselijke maat uit het oog verliezen. We weten dat 20% van de Nederlanders heeft geen spaargeld. 20% van de Nederlanders heeft minder dan 5.000 euro. Terwijl Nibud toch 5.000 tot 10.000 adviseert om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ja, als je dan een warmtepompje moet gaan kopen, dat kost ongelooflijk veel geld. Dan kunnen die mensen gewoon niet ophoesten. En wat ik denk dat Klaas Dijkhoff, wat ik dan het verhaal vind dat hij sterker moet vertellen dan ook, is van, nou, niet iedereen kan het betalen, hoe gaan we dat doen? En dan moet je denken aan, wat ik dan denk, een sociale lening. Van, nou, een warmtepomp, ik heb geen flauw nieuws, maar laten we zeggen 8.000 euro kost dat om mijn huis te verduurzamen. Nou, dan gaan wij 8.000 euro, die mag je sociaal terugbetalen in zoveel jaar. Ja, als je dan kijkt naar follow the money, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Waar zit het geld? Bij de pensioenfondsen. Ja. Maar die staan nog niet echt te springen om dat te gaan voorfinancieren. Die investeren nog altijd in de oude energiebronnen. Ja, dat is niet, denk ik, niet slim van de oude energiemaatschappijen. We weten allemaal dat aardgas een keer opraakt. Dat klinkt een ver van mijn bedshow over 120 jaar of iets dergelijks in die richting. Maar dat is gewoon op. En aardolie veel sneller. Landen als China gaan steeds meer gebruiken. Dat zijn nog steeds opkomende economieën. En dat gaat er gewoon voor zorgen dat die natuurlijke bronnen op gaan raken. Dus we zullen naar hernieuwbare energie moeten gaan kijken. Dus bewustwording 1, communicatie, daar begint het mee. Nou, daar begint het mee. En daar hebben we, denk maar daar ik, gaat het vaak fout, hè, met communicatie. Ja. AVRI, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, nou, het verhaal van de AVRI is een prachtig voorbeeld van hoe de overheid niet altijd slaagt in goede communicatie. We moeten mensen meenemen, mensen vertellen het eerlijke verhaal. Eigenlijk het eerlijke verhaal vertellen. Ja, we hebben echt een probleem als we niks doen. Of de energiebron raakt op, of we hebben de aarde behoorlijk
een douw gegeven. En daar moeten we wel op leven. Tenminste, ik heb nog geen plannen gezien om op de maan te gaan wonen met z'n allen. Oftewel, dus, een hekje zetten om nee, de beter, dat is niet voldoende. Nee, we zullen samen moeten werken. Samenwerken. Ja, met windmolens bijvoorbeeld. Iedereen zet zijn eigen windmolens neer. Een beetje elkaar plagen. Hè. Buren zetten ze op de rand. Nee, de beter zetten ze op de rand. Terwijl, ja, wist je dat in Culemborg de grootste windmolens van Nederland komen? Althans, in de gemeente Houten, maar die komen op de grenzen staan. En die zijn 2,5, 3 kilometer van het centrum van Culemborg verwijderd. Ja. Culemborg profileert zich een beetje als een groene stad, hè? Mm-hmm. Maar nu schreeuwen ze natuurlijk moord en brand. Ja, dat vinden ze niet mooi. Ja, ja ze vinden ze niet mooi en dat hoor je veel. En toch denk ik, hè, ook dat is een oud beeld. Ik snap het verzet, hè, horizonvervuiling, dat soort dingen. Aan de andere kant, als je het kinderen van 10 jaar jonger dan mij vraagt, die kennen die dingen, die weten niet beter. En dan is het heel normaal geworden. Uh-huh. De wereld verandert toen de eerste stoomtrein ging rijden. Oh, waren mensen bang. En nu is het toch ook heel normaal dat er allemaal stoptreinen door ons land rijden. Ja. Verandering brengt verzet met zich mee. De mensen van nature conservatief, dat is heel logisch. Maar we moeten toch iets doen. We kunnen niet meer zeggen van we doen niks, we wachten rustig af. We hopen op geweldige technieken, thorium, centrales, weet ik veel. Dat kun je wel doen. Maar wij moeten nu iets doen. De tijd van praten is voorbij. We hebben nog 11 jaar. We zitten op een kanteling. Hè? Hoogleraar zeggen dat ook, die er verstand van hebben als het gaat over de circulaire economie. Het is een zeer interessante tijd. En net zoals de industriële revolutie is er nu ook een kantelpunt. En daar moet men zich wel bewust van zijn. Daar moeten we ons bewust van zijn. Daar moeten we als overheid ook gewoon aangeven onze inwoners van, joh, we moeten iets. En dat moet nu ook gewoon gebeuren. Nou, VVD vervangen is nogal van de proefblondetjes. Ja, ja, en we hebben nog een kerncentrale staan in Dodewaard. Ja, op staat er dat ding? Nou, dat zou ik niet doen. De kerncentrale in Dodewaard is natuurlijk gebouwd in de jaren 70-80... om als proef, hè, voor de energiemaatschappij ervaring op te doen met kernenergie. Dat ding was nooit bedoeld om echt elektriciteit grootschalig af te leveren. En dat levert dus ook problemen op. Hè? Dus die kun je niet zomaar herstarten, die centrale, want dat levert ook niet genoeg op. Het is een heel klein centraletje als je kijkt naar verhouding. Zelfs die in Zeeland staat, zelfs die is al niet meer rendabel. Die is al te klein als je erover nadenkt. Dus die zomaar herstarten, dat heeft geen zin. Maar je moet wel kijken naar andere alternatieve energiebronnen. Maar windmolens en zon, daar gaan we het ook niet meer redden. Dus kernenergie, dat is toch een ding? Nou, kernenergie, daar zouden we inderdaad toch iets mee moeten. Als je nadenkt over dat je, als je de steenkool en de aardgas weghaalt, die centrales, en gaat allemaal op wind, ja, als het niet waait heb je geen stroom. Als de zon niet schijnt heb je ook geen stroom. En ik vind het vervelend als mijn tv niet doet. Maar goed, dan kun je nog opslaan in een batterij, hè? Ja, maar ook dat is een probleem. Een batterij heeft een veel kleinere energiedichtheid dan een gas heeft, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Als je dat in verhouding zet, dan zit dat veel lager. Dus dat is ongelooflijk moeilijk. Als je alleen met windmolens de Nederlandse elektriciteitsvoorziening wil gaan doen, dan heb je er 18.000 nodig. Het wordt een beetje druk in het land. Nou, het wordt wel gezellig dan. Als je kleiner kijkt naar de regio, dan heb je er ongelooflijk. Nou, we zaten bij een bijeenkomst letterlijk gezegd, ja, dan zul je er in elke achtertuin eentje moeten gaan zetten onderhand. Ja, dat zou ik ook niet mooi vinden. Maar dat is ook geen haalbare kaart. Nee, dat is geen haalbare kaart. Dus je moet alle zeilen moeten nu bijgezet worden. En je moet ook denken aan, ja, wat nou als het even een keer wat minder hard waait of te hard waait. Dan moeten ze uit, hè, want anders dan zijn ze stuk. Dan moet je toch ook iets hebben wat energie levert. En een kerncentrale kan dan voor nu een prima alternatief zijn. Ik ben geen warm voorstander van kernenergie. Maar als wij met z'n allen niet minder energie gaan gebruiken, dat verwacht ik niet. Dan dus, moeten we iets. Het is goed dat die discussie er is. Ja. Maar dat drama wat D66 doet. Van, nou, we hebben nu dat klimaatakkoord. GroenLinks doet het trouwens ook. En dit en dit en dit moet allemaal geregeld worden. Zo omkaderd is het wat jou betreft niet? Nou, we hebben een klimaatakkoord gesloten. Ze hebben een klimaatakkoord gesloten. Wij dus ook. Want wij worden daarin vertegenwoordigd, klaarblijkelijk. En het is nu aan de politiek, denk ik. Die ik heb verkozen. Ik heb gestemd. Mijn kandidaat die zit dan tegenwoordig in het kabinet. Maar goed, ik heb gestemd op een partij. Of een kandidaat. En die gaan mij nu vertegenwoordigen. En die gaan de keuzes maken. Ik denk dat het aan de politiek is. Moet je 1-op-1 alles doen wat wordt gezegd? Nee. Dat zou je denk ik niet moeten doen. Want als ik morgen referenda uitschrijf en mensen vragen, willen jullie betere zorg en alles? Dan wil iedereen dat. Hè? Maar als je vervolgens de vraag stelt, wie moet het betalen? Ja. Dan wordt het doodstil. Ja. Dus daarom moet je het klimaatakkoord goed in het geheel bezien. Welke maatregelen nemen wij? En je moet daar ook als politiek moedig in zijn en keuzes in durven maken. Ook die niet populair zijn. In Neder-Betuwe wordt daarover nagedacht. Ja. Zijn er al voorbeelden? Nou, er zijn best veel initiatieven voor windmolens, zonne-energie, misschien wel gelezen in de Gelderlanden, dat de plannen zat zijn en dat het college te kiezen heeft.
Die plannen ken ik nog niet inhoudelijk natuurlijk. Maar ja, daar moeten we nu moedig zijn en keuzes maken. En windmolens zijn niet populair, ook niet in Neder-Betuwe hoor. En zonneparken zijn ook niet populair, want de laanboomteelt, die wil ook ruimte. Maar ja, dan moet je, als je je zonneveld vollegt, dan kun je daar geen boom in. Nee, ja, dat kan wel, maar dan heeft die zonnepaneel weer geen zin. Dus we moeten moedig zijn, keuzes maken. En we moeten ook in Neder-Betuwe gewoon eerlijk zeggen met elkaar. Jongens, we hebben een probleem. We hebben 11 jaar om het op te lossen. Neder-Betuwe heeft dat moeilijk gehad. In het verleden als het gaat om de financiën. Tegenwoordig gaat dat gewoon goed. Ja. Tiel is dat een heel ander verhaal. Die hebben gewoon een gat in hun begroting structureel zitten. Die moet gedicht worden. Ja. Als je kijkt naar samenwerking uiteindelijk. Want je zegt eigenlijk ook van nou, we zouden eigenlijk wel één kunnen zijn. Dus één grote gemeente, nou, de Betuwe. Nee, dat met buren erbij. Nee, zijn dat de verschillen te groot? Nou, de verschillen te groot. Ik denk ook dat als ik mensen spreek van nou, met Tiel wil ik niet samen, hoor je dan al heel snel. Je moet gaan fuseren als het noodzakelijk is. Maar dat is niet noodzakelijk, want waarom hebben we gemeentes ingevoerd? We hebben een centrale overheid, we hebben provincie en de gemeentes staan dicht bij de inwoners. Precies. We hebben een hele hoop taken naar beneden gedaan, hè? Zorgtaken. Dat deden we omdat die dicht bij de inwoners staan. Als je dan vervolgens gaat opschalen 100.000 plus gemeentes, wat in het regeerakkoord niet letterlijk staat, maar wat soms wel de weg leidt. Ja, wat is dan het doel van de gemeente nog? Dan zou ik bijna gaan zeggen van voer dan het grote Koninkrijk Nederland in, al die bestuurslagen ertussenuit. En dan zul je zien, over 50 jaar komen ze weer terug. Want het gaat er juist om dat je in die haarvaten van die maatschappij zit. Ja, dat je dichtbij staat, ziet wat mensen doen. En natuurlijk, kijk, het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar daar zijn grote verschillen. Ja, maar het is ook wel, het is voor mij als raadslid in Neder-Betuwe, een gemeentetje van 24.000 inwoners, al moeilijk genoeg. Ik weet best wat er speelt in IJzendoorn. Mensen komen ook wel naar je toe. Ik weet best wat er speelt in Ochten, daar werk ik ook. Je weet best wel wat er speelt in dorpjes, maar wat weet ik van Dodewaard? Dat is lastiger. Dan moet je weer mensen Dodewaard echt gaan bereiken. Dat is een gemeente van 24.000 inwoners. Nou, hoe moet dat dan? Als je dit, nou, stel dat je Tiel, Buren, Neder-Betuwe. Nou, hoe moet ik dan weten wat er speelt in een klein dorpje achter Liemen? In Erichem. Ik kwam even niet op het woord, maar ik kwam even niet op de naam. Maar hoe moet ik dat weten? Dus daarom vind ik kleine gemeentes juist heel goed. Maar je moet wel samenwerken waar het kan. En zo kun je ook zelfstandig blijven. En bovendien, grotere gemeentes, die hebben echt niet meer in de pap te brokkelen, hoor. Er zijn gewoon onderzoeken dat grote gemeentes nog meer samenwerken dan kleine. Nee, het wordt stropiger en het wordt nou, niet goedkoper per definitie, nee. Samenwerken wat kan. Ja, grote verschillen zijn er ook. Kijk naar de breedband. We zouden het eerst als gemeente, of alle gemeentes bij elkaar in Rivierland gaan oppakken. Ja. Breedband in het buitengebied. Buren, met de VVD zelfs van Buren, die zegt... Ja. Laat het maar aan de markt over. Ja. Nou, ja. Hele rekening op z'n kop. Gelukkig zijn wij liberale partijen, hè, dat iedereen mag vinden wat hij vindt. Ik hoef niet hetzelfde te vinden als de landelijke VVD, maar ook niet andersom. En onderling hoeven we ook niet hetzelfde te vinden. Maar het brengt wel inderdaad een spanningsveld van ja, in Buren stappen ze ineens uit. En ik vind dat echt geen handige keuze, want... Je ziet dat het alternatief, wat wij hebben gedaan met de andere gemeentes, is gewoon, denk ik, beter, ook voor de inwoners. En je moet erover nadenken. Ze roepen nu wel vrije markt en daar moeten we nu... Ik ben heel erg voor de vrije markt, maar je krijgt niet zomaar toestemming van de Europese Commissie. Hè? Je hebt echt een heel traject af te gaan. Je hebt ongelooflijk veel documenten in te leveren als regio. Van nou, de markt wil het echt niet oppakken en die willen het ook echt niet. En dan ga je toch niet zeggen van... Oh, ja, zij zeggen nu van wel, hè? Ze zeggen nu van ja, wel. Ineens, spontaan. Maar dan moeten we wel even €1.900 neertikken. Dus nu is het dan wat goedkoper geworden met die nieuwe partij. Moeten we nog maar zien, inderdaad. Maar je kunt toch niet als VVD zeggen heel de tijd van... wij vinden dat het draagbaar moet zijn. Buren vindt zelf bijvoorbeeld ook over het klimaatakkoord. Volgt de lijn van Dijkhoff daar ook in. Het moet betaalbaar zijn voor onze inwoners. Maar vervolgens zeg je wel maar €1.900 voor uw glaswerknetwerk. Dat regelt u zelf maar even. Ja. En als ik dan net zeg, de meeste mensen hebben niet eens spaargeld, hoe moet dat dan? Ja, dus dat vind ik niet met elkaar rijmen. Nee, betekent dan dat er regionaal tussen die VVD's geen overleg is geweest? Oh, zeker wel. Er is wel overleg. Dat is op fractievoorzittersniveau, hoor. Daar zit ik niet bij. Tuurlijk is er overleg. Maar je kunt soms tot de conclusie met elkaar komen dat je het niet met elkaar eens bent. Ja, en dat kan ook bij de VVD. Dat, natuurlijk. Je mag met elkaar in debat zijn. Je blijft even goede vrienden. Maar inhoudelijk hoef het niet even met elkaar eens te zijn. Over het circulaire economie gedeelte met de Aru bijvoorbeeld. Zijn Culemborg en ik, de mensen die ik in Culemborg spreek. En ik zijn het dan ook niet altijd met elkaar eens. Van, ja. Ik vind het heel goed dat we dat gaan doen. Nou, hun zeggen van onzin. Of van onzin, maar snap je? Ja, je chargeert, maar ik snap je boodschap. Je bent inhoudelijk, mag je van elkaar verschillen. Nou, ik denk dat Buren geen goede keuze heeft gemaakt door uit te stappen het glasvezelnetwerk. Wat ik al zeg, Europa geeft niet zomaar toestemming. Dan heb je echt heel veel aan moeten leveren. En ik zou het wonderlijk vinden als de markt nu ineens denkt... oh, maar dat gat hebben we laten liggen. Ja. Hey, een ander mooi voorbeeld van samenwerking is het regionaal investeringsfonds, het RIF.
Commotie deze week. In Tiel is al een tijdje gedoe over een kunstwerk wat in de binnenstad staat. Daar moet een nieuw kunstwerk komen. Dat geld was nog niet helemaal bij elkaar. Nog steeds niet trouwens. Kunstwerk moet rond de 220.000, 230.000 euro gaan kosten. Maar uit dat regionaal investeringsfonds wordt 65.000 euro toegekend aan dat kunstwerk. Ja. Ja, het regionaal investeringsfonds. Nee, de Betuwe gekomen. Hè? Onze toenmalige. Wat jullie idee? Nou, ik geloof dat wethouder Van Zomeren toen een keer in een raadsvergadering inderdaad een beetje begon van, joh, we hebben die ambities in recreatie, toerisme, economie en logistiek. Het regionaal aan te pakken. Agribusiness, ja. Maar dat plan, er zat geen geld achter. Burgemeester Beenhakker hier vindt het een fantastisch verhaal. Ja, het is ook een prachtig verhaal. Ja. Alleen, ik vraag mij wel af of een kunstwerk. Waar is die dan, waar even goed te duiden, ja? Mensen die dat niet weten. Ja? Dat regionaal investeringsfonds, waar is het voor bedoeld? Nou, dat is bedoeld om de speerpunten van de regio, die wij in ons beleidsplan hebben staan, dus recreatie, toerisme, economie en logistieke hotspot en agribusiness, te ondersteunen met initiatieven van inwoners of ondernemers. Hè? Dus je stapt er een euro in en dan komt er een tientje uit. Nou, bij wijze van spreken. Ja. Ja, soms heb je even die opstart nodig om dat wiel, ja. Maar dan gaat het echt, dan gaat het lopen. Zie het een beetje gekker, maar zie het maar een beetje als projectsubsidie of zo. Mm-hmm. Maar dan kun je iets aan de gang krijgen. Ik vraag mij wel af, als je een kunstwerk hebt, ja, hoewel kunst is op je subjectief, hè? Ja. Jij kunt dit tafereeltje prachtig vinden, terwijl ik denk van nou vreselijk, hè? Maar, geen kunst. Nee, het is geen kunst. Nou, ja, wij vinden het geen. Ja, dat is leuk. Ja, nee, maar. De kunst is niet, wat jij kunst vindt, vind ik geen kunst. Maar of daar dat fonds voor is bedoeld, als een soort kunstsubsidie, dat vraag ik mij echt af. En ik vind dat we dat ook moeten volgen met elkaar. In Neder-Betuwe is er al een raadsfractie hier, die heeft er al vragen over gesteld. Ik zal die antwoorden ook zeker even afwachten. Maar ik vraag me wel af of wij 65.000 euro moeten uitgeven. Ja, 64. Aan, of 64, ja. Nou ja, 64, 65. Of we dat uit moeten geven aan een prachtig kunstwerk. Als we het dan over de markt hebben, als we dat zo graag willen hebben, laat de markt het dan ook maar betalen. Want 220.000 euro, ik vind het een hoop geld, hoor, voor een kunstwerk. Ja, ja. Oké. Okay. Andere zaken die in Neder-Betuwe spelen waarvan je zegt, ja, dat moet ik nog even vertellen. Want dat wordt wel een dingetje bij ons in de gemeente. Nou ja, we zijn natuurlijk, we zijn de afgelopen jaren best wel aan het. Het is natuurlijk niet alleen maar Hosanna en Hippiepoera. Nee, het is niet alleen Hosanna en Hippiepoera. We hebben best zware tijden gehad in Neder-Betuwe. Het gaat de goede kant weer op, gelukkig. Maar we hebben best bezuinigd op het verenigingsleven. En gelukkig, mede dankzij de inzet van de VVD, daar zou je toch niet van verwachten, hè, van een rechtse partij. Maar gaat er veel meer geld naar het verenigingsleven. Zo'n 25.000 euro meer dan voor de bezuinigingen, als we kijken naar het toekomstbeeld. Maar dat gaat moeizaam. We hebben een omslag gemaakt van u krijgt altijd geld naar we gaan op projectbasis werken. Kom met een plan, want je wil met dat geld zoveel mogelijk maatschappelijk effect bereiken. Ja. Je ziet dat verenigingen daar niet goed in meegenomen zijn. Ik vind echt dat we dat misschien achteraf te snel hebben gedaan. Dat we dat stapjes hadden moeten doen. Moet die wethouder het beter gaan doen? Nou, die wethouder is daar hard mee bezig. Daar ben ik van overtuigd. Die is druk aan de gang om dat op te staan. Wethouder van Dijkhuizen, als ik het goed zeg, Herman van Dijkhuizen, die is daar druk mee bezig. En ik ben er ook van overtuigd dat ze daar echt bovenop zit, hoor. Alleen je ziet dat die omslag, die hebben wij 2 jaar geleden al ingezet en dat is misschien te snel geweest. We hadden daar verenigingen meer in mee moeten nemen. En je ziet nu we naar de andere sociale instellingen gaan kijken van hoe moeten we die subsidie dan gaan doen. Daar doen we dat al echt beter. Dus dat vind ik echt wel een verbeterpunt, hoor. Dat heeft deze wethouder ook goed opgepakt, vind ik oprecht. Maar we zien dat we nu dus zitten met die projectsubsidie dat die afgelopen jaar waarschijnlijk onderbenut is gebleven. Die 25.000 euro die er nu al in de pot zit. Die pot wordt alleen maar groter. Maar we moeten niet een verhaal hebben van we hebben u 75.000 euro. Ja, niemand gebruikt het. Dat is niet hoe je het moet doen. Heeft dat te maken ook, zeg maar, met de uitvoering? Dus de ambtenaren die het moeten doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk gewoon, soms heb je regels te strak gemaakt misschien. Te veel, kan ook. Te veel regels. Dat zag je ook met waar we het begin van het gesprek over hadden met het eigen risico. Die pot bleef onbenut. We bleken hadden het gewoon te moeilijk gemaakt. Dat gaven mensen aan, ja, maar ik moet te veel moeite doen om dat geld te kunnen krijgen. Nou, het makkelijker gemaakt, zoveel als mogelijk. Je moet wel kunnen blijven verantwoorden. En je ziet dat dat ook wel enig effect heeft al. Ik denk dat we met die subsidie, we gaan het ook evalueren. Hè. Het komende jaar gaat er echt een heel beleid over die hele subsidies komen. Dan wordt dit gelukkig in meegenomen. En dan moeten we echt gaan kijken van hoe kunnen we die verenigingen nou helpen en ondersteunen. En de eerste projecten komen nu al van de grond. Maar ik vind dat echt nog voor de komende jaren een ontwikkelpunt. En daar gaan we ook mee aan de slag. Mooie ontwikkeling is dat we iemand krijgen, hoogstwaarschijnlijk. Hè. We gaan ervan uit dat die VVD zeker die 6 stemmen gaat halen, die 6 zetels gaat halen als het gaat over de provincie. Max Mins, 6 stemmen, ja. Max Mins, actiel, 6 stemmen zeker. dat moet er gek lopen. Ja. Goede ontwikkeling?
Ik denk het wel. Er speelt genoeg hier in de regio waar we de provincie denk ik bij nodig hebben. Ook op het gebied van duurzaamheid. Maar ook naar de A15 kijkend of naar de brug in Renen. We wisten 25 jaar geleden al, hè, dat vertellen mijn grootouders me dan, ik was er zelf niet echt bij. Maar 25 jaar geleden wisten we dat die brug een probleem was en er is te lang gewoon mee gewacht. Ik denk een vertegenwoordiger die van onze regio daar, dat gaat echt helpen, gaat onze problematiek ook echt meer op de kaart zetten, denk ik, in de provincie. De A15, de Renense brug, want dat is, ik kan je nu al voorspellen, over 15 jaar weer een probleem. Dus we moeten daar met z'n allen bovenop blijven zitten en een vertegenwoordiger vanuit hier, vanuit Tiel, die onze regio vertegenwoordigt. Ik denk echt dat dat een goede kans is. En laten we niet vergeten, er is nog een andere kandidaat uit onze regio. Dus, en die komt weer uit Neder-Betuwe. Die komt weer uit Neder-Betuwe. Staat op plekje 20 of 22? 22 geloof ik aan mijn hoofd, ja. Een bevlogen jongen, jong, lovenswaardig, wie is dat? Laurens Benink, die is, dat is burgerraadslid, zou je kunnen zeggen, op mijn plek gekomen, maar... die is ook kandidaat, plek 22, was ook verkiesbaar voor de gemeenteraad, stond op plek 4, 5, daar moet je me niet meer op neerpinnen. Coming man, zullen we het zo maar zeggen? Maar die gaat ook vol voor de provincie en die gaat hopelijk, laten we hopen 22 zetels halen, maar misschien met voorkeur stemmen, kan altijd nog natuurlijk. Maar die gaat ook echt voor onze regio wat kunnen betekenen. Mocht hij niet in de Staten komen, we vanuit gaan natuurlijk dat hij dat wel komt, maar gaan we daar zeker nog veel van horen, daar ben ik van overtuigd. Hey, een bevlogen man, dat is altijd mooi om te zien als het gaat om politiek, hè? Want we moeten het uiteindelijk met elkaar doen. Ja. We gaan jou daar veel succes bij wensen en bij deze wou ik jou met jou nog een afspraak maken over een half jaar of zo. Want er zijn natuurlijk nog genoeg thema's te behandelen. Ja, dat gaan we zeker doen. Komt goed. Hey, bedankt voor het gesprek. Geen dank. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.